Het is een bokser voor de liefhebbers. Het is ook, en dat is iets waar hij trots op is, een Joodse bokser. Als hij vanavond wint, is hij Nederlands kampioen. En dan, en dan, en dan. Hij heeft jullie nodig. Laat je horen. Vanavond. Voor Buddy Groenteveld. Je bent op deze wereld. Dus zou je moeten vechten. Net als ik. Ik kan het weten. Ja, dit is de jas waarmee ik al mijn wedstrijden opkom. Zoals je ziet, een Davidster. Met mijn initialen erin. Ik ben trots op mij, ik kom af. En ik wil het laten zien, omdat zo weinig... Ja, mensen durven wel te laten zien, maar we leven gewoon in een wereld waar mensen bang zijn om te laten zien. En dat vind ik, ik vind het gewoon nergens op slaan. Je mag trots zijn op waar je vandaan komt. 2011 was dit, boxte ik voor het eerst in Carré. Nou, zoals je ziet was dit een vrij bloederige partij, maar dat is tot nu toe voor mij de ommekeer geweest, die partijen. Want dat was voor het eerst dat ik in Carré bokste. En dat ik echt het publiek had laten zien wat ik in huis had. Die was ik ook niet meer. Die ga ik op een dag ze inlijsten. Met foto's erbij. Dat vind ik gewoon... voor als ik ooit mijn eigen sportschool heb. Dat ik ze daarin kan hangen. Ja. Maak al een jaartje of 30 ontbijt voor Barry. Maar ja, het is wel een goed jongetje. Want op vaderdag, dan doet hij het voor mij. Wedstrijden van Barry heb ik nog nooit eentje van gemist. Niet bij de amateurs, maar niet bij de profs. Mensen zien gelijk wie mijn vader altijd is op de wedstrijden. Dan zien ze een man altijd rondjes lopen. En ijsberen en alles. En dan zien ze gelijk. En het is nu een beetje wedstrijd geworden. Dat mensen gewoon een wedstrijd ervan maken van waar is Leo? Het is inderdaad een contactsport. Je loopt het risico dat je een klap krijgt of klappen krijgt of een verwonding oploopt. Ik maak me daar niet zo druk om. Het is een risico van het vak, van het sport. En moet je eerlijk zeggen, hij krijgt weinig klappen. Dus hebben ze leven meer klappen van mij gehad dan in zijn bokscarrière. Laat ik het zo zeggen. Hij kent de achtergronden van familieleden. Ik kan me er wel voorstellen dat hij zegt, ik vecht voor mijn kampioenschap. Hij heeft gevochten om Nederlands kampioen te worden. Voor die mensen die er niet meer zijn. Voor zijn opa die in Auschwitz heeft gezeten. Het is een familie. Het is echt een familie. Het is, ik kan het niet anders omschrijven. Ik vind ook dat wij voor de buitenwereld het ultieme voorbeeld zijn van hoe het hoort. Je moet nooit naar elkaars achtergrond kijken. Je moet kijken naar de persoon. Ik heb nog nooit bij stilgestaan dat hij Joods is en dat ik moslim ben. Ik denk van, misschien gaat het botsen wat dan ook. Weet je? Barry heeft echt een goed hart. Barry is een gouden kerel. Als hij met de Joods erop wil komen en dat geeft hem power. En ik kom met een islamitische teken wat mij power geeft. Ja, dat respecteren wij van elkaar gewoon. Alleen Barry is wat groter dan ik, hè? Dat is het probleem. Wat breder. Ja, dat is geen probleem. Kijk, nee, mijn sponsor moet er wel bij, hè? Als je het niet wilt. Als je geen respect op kan brengen voor iemand die zijn afkomst niet wil verloochenen, dan zegt dat meer over jezelf. Als je 10 ronden lang voor Rotjou uitgescholden wordt, in het Frans en na 2 ronden heb je dat al in de gaten. Dan heb je toch wel een bepaalde mentaliteit om dan op die manier te blijven boksen. Dit is hem dan. Ik heb hem opgedragen aan mijn trainer, omdat ik kwam hier ik kwam hier 4 jaar geleden, kwam in de sportschool binnenlopen. Eigenlijk met wat moet ik nou? Ik was weer te zwaar, weer te dik. En zonder hem had ik hier niet gestaan. Nee. Klasse, jongen. Ja. Ik zat op de Joodse basisschool. Ik heb een beschermde jeugd gehad. Toen ben ik naar het VMBO moest ik gaan. Want ik had een VMBO
uitslag. En die was niet goed genoeg voor de middelbare school, voor de Joodse middelbare school. Dus ik werd bij mijn vriendjes werd ik weggehaald. Ik kreeg te maken met de multiculturele samenleving. Ik kreeg ook op die VMBO-school te maken met ex-gedetineerde jongens. Jongens met zware ADHD-problemen. En ik heb me daar een beetje in moeten vechten. Ik heb echt elke ochtend jankend op de fiets gezeten. Van, ik ga niet naar school. Nou, mijn moeder zegt, je gaat naar school. Ja, ik was eigenlijk een heel onzeker mannetje. Ik was 13, 14 jaar. Ik was heel dik. Ik was echt obese. Ik was 1,54 en ik woog 80 kilo. En het maakt je wel onzeker, omdat je toch op die leeftijd toch bezig bent met meisjes en al die dingen. Ja, en een meisje van die leeftijd, ja, die wil geen dikkertje. Ik werd vaak door mensen onderschat. Ja, heel veel mensen die dicht bij me stonden ook. Familieleden geloofden niet in mij. Weet je, die mij nooit hadden zien trainen of zien boksen. En die toch zeiden van, met die barrière, dat wordt toch helemaal niks. Weet je, ik was altijd wel een jongen waar iedereen rekening mee hield. Met een bepaald iets van doe maar voorzichtig met hem. Het was meer van dat kan barrière niet. Ik werd vaak door mensen onderschat. Mijn vader en ik, zoals je ziet, we zijn heel, heel close. We hebben een hele goede hechte band met elkaar. Ja, en we lopen elkaar niet in de weg. En ja, weet je, dan kan je zeggen van, ik ga het huis uit. Maar ja, voor wat moet ik het huis uit? Dit huis heeft mijn moeder gecreëerd, mijn moeder ingericht. We hebben er nooit eigenlijk iets meer aan gedaan. We hebben het zo gehouden. Omdat ik het zeker door mijn moeder het zo gewild had. Mijn moeder kende inderdaad zowel het een en ander in de loop der jaren verwisseld of iets. Maar, het is wel echt de warmte van het huis. Ja, die mis ik heel erg. Ja, het is je moeder, het is een bepaalde liefde. En het gaat je opbreken na een paar jaar. Ga je denken, ja, er is niemand meer die jou een knuffel geeft. Weet je, toch je vader en mannen onder elkaar, dat doe je niet snel. Weet je, dat doe je. En wij helemaal niet, we zijn toch wel een beetje machootjes met z'n tweeën. Dit is het graf van mijn moeder, de laatste rustplaats. Zoals je ziet houden we het, voornamelijk mijn vader houdt het heel goed bij. Met bloemen, kaarsjes. Mijn moeder die kreeg 3 mei 2005 kreeg ze horen dat ze niet meer te genezen was. Dat ze terminaal was. Dat was voor mij nog erger dan haar dood. En dat moment dat zij wist, want ze wilde helemaal niet gaan. Dat moment dat zij wist dat ze dood ging, dat was voor mij het allerergste. En de medelijden die in je lichaam hebt zitten. Voor je moeder, voor jezelf, voor je familie. Dat zit echt, dat gaat echt als een steen in je lichaam vastzitten. Ik zag mijn moeder die laatste maanden, dat zag ik echt van een mooie vrouw. Mijn moeder veranderde in iemand die kapot werd gemaakt door de ziekte. Ze zag er niet meer uit. Het is haast niet te omschrijven. Je zag gewoon een dood iemand die nog leefde, zag je in bed liggen. En dat was... Ik zei nog een vrede om mijn vader hem toe kwam en hij zei, Bar, deze beelden ga je vergeten. Let maar op, je gaat alleen maar de mooie herinneringen overhouden. En ik moet eerlijk zeggen, hij heeft echt gelijk in gehad. Ja, die beelden ga je ook vergeten. Ik moest eigenlijk amateur blijven. Maar ik denk, nu ze van boven kijkt naar beneden, dat ze denkt, die kleine Etter heeft toch gelijk. Hij heeft toch gelijk. Hij heeft het waargemaakt. En ik denk dat ze apentrots om is. En ik denk ook dat als zij er niet achter had gestaan, dat ik dit nooit had bereikt. Hey!